Nee! Oh my god, dat was fucking raar. Doei, jij bent echt gelezen, ouwe. Get out of here. Okay, die guy zit hier beneden. Daar dacht ik, dus even niet, mijn jongen. Yo, de mensen, super leuk dat jullie kijken in deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal. Games Runner. In deze video, jongens, gaan we lekker met de Link skin spelen, zoals je ziet. En ik heb zeg maar stage 3, als het goed is. Of 4 is dit al, ik weet het eigenlijk niet eens. Zeg maar dat je helemaal zo'n kat bent, zou ik maar zeggen. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Deze skin verandert natuurlijk van kleur, dat ziet er super vet uit. Ik vind dit ook een van de chillste skins om nu te gebruiken. En ja, we gaan ook, zoals je ziet, lekker naar Tilted Towers toe. Ja, dat ja, is dat elke video volgens mij wel dat we hier naartoe gaan. Ik weet niet, dit is gewoon de city to farm kills, man. Dus we gaan gewoon lekker hier ons dingetje doen. Kijken of we veel kills kunnen pakken. Zou natuurlijk mooi zijn. En natuurlijk een winnetje meenemen zou ook altijd fijn zijn. Ik heb in ieder geval één grijze attack. Oh, ik schiet per ongeluk. Dat heb ik vaak, man. Ik moet dat even wat meer onder controle krijgen of zo. I don't know wat het is. Alright, ik hoor je een kist. En ik wil even een AR. En die krijg ik ook. En een medkit. Kijk, dat is fijn. Zuiver. Alright, oeh, nice. Oeh, slurp. Kijk, slurp is super chill. Want dan krijg je zeg maar 75 shield er langzaam bij opgeteld. En dat is super handig. Want ja, shield in Tilted Towers is heel erg belangrijk. Want dan kan je lekker dan natuurlijk wat meer shots incasseren. Alright, ik ga even denk ik naar de L-gebouwtjes toe. Dat is hier op East. Want ik hoorde daar iets gehakt worden volgens mij. Dus gaan we. Ja, ja, ja. Hij is nog steeds aan het hakken. Waar zit die kerel dan? Hij zit hier ergens binnen. Dat weet ik wel. Oké, mijn shield is nog niet helemaal full. Maar op zich is het wel voldoende. Ik kan ook deze grote pot nog eens gaan innemen. Ik denk dat wel handig is. Als je kerel een pump hebt, jongens, dan wil je echt alle HP hebben die je kan krijgen. En ik hoop eigenlijk ook nog op een. Hij komt omhoog. Hij zit op de trap. Hij zit echt onder mij, ja. Ik kon niet schieten daar. Geen idee waarom. Ai, chill. Is de kills binnen? Oeh, een portable rift. Of de rift go. Hoe zeg je? Ja, zo heet die. Portable rift, de rift go. Volgens mij zijn ze allebei wel hetzelfde. Ik hoor een nade hier vallen. Maar van waar kwam die gal? Oh, daar. Dat is toch even een hit. Oké, volgens mij zitten hier twee guys in dat gebouw. En eentje daarvan gaat nu volgens mij dood. I guess. Die van mij werd voorgelezen. Hallo? Is er nog iemand? Ik hoor hier zo'n grenade launcher of zo. Holy shit! Dat was echt net op tijd. Doen we gewoon dit. Hoppakee. Zit hij zit nog een raampje hoger. Oh, maar. Oké, ik weet niet of we dat even in slow motion kunnen laten zien. Maar ik laat het nu wel even in slow motion zien. Oh my god, wat een geluk heb ik hier. Oh, okay, ik heb alle shield nog. Ja, ik weet niet of je dat goed kon zien, maar holy shit, wat een kill. Ik raakte volgens mij een pump hit. En toen viel ik naar beneden, waardoor ik zeg maar nog één kogel met mijn AK schoot, waardoor ik hem had. Holy shit, dat was echt een sicke kill. I don't know, man. Dat was echt sick. Alright, nou, hey, twee kills in de broekzak al, dat is lekker. Ik ben wel best wel wat shield kwijt. Besef, als we die grote pot van net niet hadden ingenomen, waren we helemaal de lul geweest. Alright, twee kills is nog niet echt immens veel. Dus ik wil er eigenlijk nog wel wat meer van maken. Maar er zijn volgens mij nog zat mensen over hier in Tilde. Dus ik denk dat we nog wel wat kunnen vinden. Alright, ik heb ook wel redelijk decent aan aantal hout. Dus dat is ook wel zuiver. Alright, maybe nog iets van steen of ijzer zal wel nice zijn. Hier liggen natuurlijk van die pallets. Die kunnen we ook nog even gaan hakken. En, oké, nice. Ik dacht al, waar zijn alle enemies gebleven? Maar hier zit er één. Waar is die gozer? Hij zit daar beneden. Onder mij nu. Zal ik hem even. Boe! Dat is toch even lekker headshot. Gaat hij omhoog bouwen, let op. Was dat een hit? Ik weet het niet. Edit het maar. Doei. Dat was niet zo slim van je. Ik heb een Scar. Die vind ik iets fijner. Nice, chill. Alright, drie kills in de broekzak. Dat is fijn. Ik denk, was dit. Nee, dat was toch niet iedereen, lijkt mij. Er moet toch vast wel iemand nog lopen hier. Dat is altijd zo. Dat je altijd nog iemand hebt die een beetje rustig aandoet. En die ergens in de back van Tilted ergens loopt te chillen. Alright, dat bedoel ik. Ik hoorde hier een schot. Ja, hij zit daar binnen. Oh ja. Ai, ai, ai. Chill. Zie je, dit is altijd zo. Dat je altijd nog iemand overhoudt. Wat zit hier? Weet hij namelijk dat ik hier zit? Nee dus. What the fuck was hij aan het doen, gast? Ik zat gewoon al die tijd achter me. Ik dacht, hij zit de hele tijd achter dat raampje zo te kijken of zo. Maar nee, blijkbaar niet. Hé, jongens, we gaan lekker, man. 4 kills. Easy peasy. Lekker rustig tempootje natuurlijk. Dit gaat lekker, man. Chill. Je weet, zit er nog iemand hier in Tilde? Dat zal wel leuk zijn, want dan kunnen we misschien even de 5 kills pakken. Alright, bouwmateriaal is prima. Ik ga nog wel even wat pallets hakken daar, trouwens. Want gewoon al het hout, jongen. Je kan hier zoveel farmen. Dat is gewoon echt ziek chill als je dat allemaal kan meenemen. Alright. Ik hoop eigenlijk niet dat dit iedereen was. Maar ik denk het wel als ik het zo een beetje kan zien. Ik weet niet. Oh. Ik weet niet. Ik zie gewoon niemand echt meer schieten. Ik hoor ook niemand lopen. Maar was niet al te druk, zeg maar, hier, man. Nou, dat heb je ook af en toe. 4 kills is wel gewoon een decent aantal. Dus ik vind het helemaal prima.
Kijk eens aan, slurp, chill. Oké, okay. We zitten bijna safe. We zitten echt gewoon... Ik heb een kruimel op mijn muismat, dat is altijd fijn natuurlijk. We hebben een portable rift, of rift to go. Ik weet niet, ik noem het altijd anders, ik weet het niet waarom. Dus ja, we kunnen gewoon even hier de boel gaan hakken en that's it. Dan kunnen we gewoon easy weer naar de safe toe. Want ik wil wel even een actievol potje hiervan maken. Dat is wel echt de bedoeling. Nou, hier wat ammo mee. Oké, dankjewel. Ja, ik denk dat dit tilde was, jongens. Ik hoor ook nog een rift to go daar. Ik hoor hier nog een kist. Ik wil eigenlijk iets voor... Ja, dit bedoel ik. Oké, ik neem het gewoon... let's go. Ik wou iets vervangers hebben voor die Rift to Go. Om te gebruiken namelijk. Oké, maar dit is wel prima. Ah, ja, daar hebben we in ieder geval Porter Fortress natuurlijk in onze rugzak gestopt. Even... Ik zie daar een lama, man. Oh, shit. En daar wordt ook gevochten. Oeh, de fight voor de lama, hoor. Kijk, ze gaan... Oh, wacht. Misschien kan ik... Ik ga op die vliegtuig proberen te landen. Dat zou echt sick zijn. Kom op. Oh my god, ik kan... Het lukt... Nee! Kom hier, vriend! Nee! Ik was zo close, gast. Oh shit. Nee, niet op mij. Au. Woe. Drukke boel. Dat is één hit. Wat ben je van plan, vriend? Ik moet uitkijken voor die vliegtuigen, man. Dat bedoel ik. Wat ben jij van plan? Nee! Oh my god, dat was fucking raar. Doei, jij bent echt gelezen, ouwe. Get out of here. Oké, die guy zit hier beneden. Dat dacht ik dus even niet, mijn jongen. Alright, blauw punt. We gaan lekker, man. Holy shit. Gooi deze even hier zo neer. Kijk eens aan. Hebben we in ieder geval een fort om een beetje zo meteen te gaan gluren waar allemaal mensen zitten. Kunnen we even daarin schuilen natuurlijk. Alright, dat vliegtuig is een beetje kut. Die is doorgevlogen. Shit, sorry. Oeh, nice. Een heavy pump, lekker. Alright, ik ga even naar dat vliegtuig toe. Want ja, dat is best wel handig om kills natuurlijk te farmen. Want dan kan je lekker achter de... In de lucht kan je lekker achter enemies aan. Ik vind die vliegtuigen... heel veel mensen zijn erop tegen. En vinden het niet chill dat die dingen in de game zitten. Ik zeg je één ding. Soms vind ik ze inderdaad wel sterk. Dan merk ik echt, als je iemand... Bijvoorbeeld die geen shield hebt, dat je hem echt gewoon kan laseren met die guns die erop zitten. Maar qua vervoersmiddel vind ik het een heel erg slim iets. Het is natuurlijk, ja, stel je zit helemaal aan de andere kant van de map en de safe zone zo ver dat je dat nooit kan uitrunnen. Is zo'n vliegtuig heel erg chill om te hebben. En waarom krijgen we daar damage van? Onzuiveren, dit kan niet. Dit is minder fijn. Ah ja, nou, we moeten er maar mee doen. Toch weer even die HP'tjes eraf, dat is niet fijn nou, hè. Oeh, shit. Ja, die zag ik nog net op tijd. Een heavy, jezus, een gouden, jongen, wat... Die ligt daar ook gewoon zo droog, hè? Kan ik hier bouwen? Oh, wat? Even nog een kistje, misschien met kit. Oh, die heb ik al. Lol. Ik kan hem innemen. Zou ik hem... Oké, ik doe het voor de 4 HP. Wacht. Kan ik gelijk even die bandages meenemen? Huppakee. Shit, zit er natuurlijk weer een muur voor ons. Oké. Nou, neem met kit even mee. Huppakee. Ja, toch even die... Ja, dan heb ik in ieder geval iets van heals bij me. Anders heb ik zo'n leeg slot en dat is ook niet zo fijn. Alright, Oh, Dylan, wat doe je toch weer? Ik weet niet meer waar het vliegtuig is. Is die daarboven ergens geland of zo? I don't know. Ik heb hem in ieder geval wel nodig. Want zoals je ziet, dat is een behoorlijke afstand. Wat de hel? Dat is iemand met een... Met ballonnen houden. Oh my god. Ik hoor... Oh, wat? Er ging ook een boom naast mij kapot? Oh, er zitten twee man hier. Oh my god, wat de hel. Dat is één hit. Die guy wordt gelezen. Alright. Ik moet echt mijn vliegtuig zo meteen gaan vinden. Dus ik moet niet al te lang gaan treuzelen hier. Ik moet deze guy even killen en dan ga ik gelijk naar het vliegtuig toe. Oké, bro, waar ben je? Loopt hij nou door? Dat is één, dat was niet deze guy. Hier zit er nog één. Bonjour! Lieve vriend. Alright, hebben we niet... Oh, trouwens, wat lul ik eigenlijk. We hebben gewoon genoeg launchpads volgens mij. Chill, even mini-shields mee. Die is ook wel lekker. Nice, die nemen we ook mee. Ik heb werkelijk geen idee waar mijn vliegtuig is. Ik... Wow, what the fuck? Shit, ik wou het gewoon proberen. Fuck it. Huh, die werd ergens vanaf die berg geschoten volgens mij. Alright, ik ga heel even deze guys in loot snel pakken. En dan ga ik toch maar even een poging doen om te kijken of daar mijn vliegtuig ligt. Je weet maar nooit. Die hou ik wel mee trouwens. Die is heel erg handig namelijk. Alright, we hebben 3 launchpads. Ja, dat is denk ik wel voldoende. Toch ga ik daar even naar boven. Dan kan ik ook dat trucje doen met die bouncers. Dat het natuurlijk eerst niet meer kon. Want ja, de bouncepads zijn los, zeg maar. Gewoon uit de game gehaald. Let op. Jeet! Oh my god. Gast, je zou dat maar eens hitten, man.
Nee, mijn vliegtuig is gewoon gone, ouwe. What the hell? I don't know waar die is dan, maar ik kan hem niet meer vinden. Alright, we gaan even de Porter Fortress gebruiken als movementmiddel. Dat is fucking geinig. Ik zal wel even laten zien wat ik mee bedoel. Ik weet niet of jullie deze tactiek nog kennen, maar die zit er nog steeds in. Dat is dit. En ik doe hem helemaal fout. Lekker, Dylan. Oh, ik kan ook gewoon nooit iets normaal laten zien aan jullie. Sorry, jongens. Oh, wat doe ik allemaal, jongen? Shit, hou. Zitten ze nou legit te vechten hier? Gozes, we moeten allemaal weg, hè? Oké, ik ga toch even... Ik moet deze berg even opgaan. Pak even die kabelbaan hier mee. Ik moet heel even de safe zone in, jongens. Oké, let's go. Alright. Dan plaats ik hier namelijk mijn launchpad neer. Die guys moet ik maar even met rust laten. Ik moet eerst een beetje safe gaan zitten. Want hun gaan ook natuurlijk helemaal rennen. Maar hun gaan met elkaar fighten. En als ik alvast in de safe zone een beetje kan zitten, is dat hartstikke fijn. Ik heb wel wat damage opgelopen daar. Dat is wel minder fijn natuurlijk. Shit, ik heb ook geen kampvuurtje. Alright. Woe! Er zit iemand daarboven. En volgens mij had hij een heavy sniper. Die wil ik hebben, man. Dat editen moet ik echt nog een beetje aan wennen, man. Vriend, kom naar beneden. Ik ga niet omhoog namelijk. Dat kan je op je buik schrijven. Dat was een lekker hit. Een beetje lag spike daar. Geen idee waarom. Maar die kerel schrikt zich wel... Oh, dan gaan we dit krijgen, hoor. God. Oh my god. Ik heb niet nog een launchpad. Ik ga er vandoor. Oké, ik heb ook niet al te veel mats. Dit is een beetje een kut situatie nu. Oké, ik zit hier een beetje ook in een quad. Ik moet die quad meenemen. Oké. Let's go. Get out of here. Ik moet sowieso eerst safe gaan zitten. Dan ga ik pas vechten. Huppakee. Zo, we zitten ook flink in de safe, jongens. Hop. Even deze berg op. Dit gaat perfect, hoor. Oh, shit. Wat de... Oh, my god. Waar zit die gast nou? Heel even één mini innemen. Die vriend. Oh, my god. Dat stond niet op de planning, ouwe. Alright. Even wat hout. Dankjewel. Oké, ik ben even aan het zoeken. Dat bedoel ik. Dat was een lekkere hit. Nou, mensen natuurlijk die een beetje nu uit de zee gaan komen. Dat bedoel ik, gast. Oh my god, de snipes zijn on, ouwe. Zou ik die kerel gaan pushen nu? Zal ik eerst die gozer gaan looten? Hij is wel weak nu, die guy. Maar dat denkt hij van mij natuurlijk ook. Want hij weet dat hij me net... Oké. Ik ga eerst die guy eens een loot even pakken. Hopelijk heeft hij iets van een medkit of zo. Dan durf ik wat meer op deze gozer te gaan pushen. Ja, die kerel bouwt ook als de nete, gast. Heavy sniper, ja, medkit, alles. Oh my god. Oké. Hij zit daarboven. En nu kan ik een beetje spieken of hij gaat pushen of niet. Maar dan heb ik in ieder geval die medkit ingenomen. Dat is super fijn. Ik denk niet... Nee, ik kan niet in mijn nek worden geschoten. Misschien op de berg. Dus daar moet ik ook een beetje voor uitkijken. Ja, shit, ouwe. Ik zit te twijfelen om die heavy... Nee, ik laat die... hoe heet dat ding? De Deagle even achter, jongens. Oké, ik moet precies weer die berg op. Hij gaat me nu snipen, denk ik. Oh god. Hij is goed, hoor. Dat sowieso. Maar ik ben beter. GG ouwe voor die kill. Holy shit. Even snel één mini nemen, dan gaan we weer verder, hè. Kut, ik heb nu helemaal geen heals meer bij me. Dat is wel minder. Maar ai, dat was een lekkere kill. Ik dacht echt dat ik daar dood was trouwens. Holy shit, alright. Okay, we zitten best wel op de high ground. Dat is super fijn natuurlijk. Dat is wel in ieder geval een pluspunt. We hebben nog 5 man over. We hebben al 11 kills. Dat is lekker. Dat is een lekker aantal. Alright, oké. Ik volgens mij... Ja, ik moet naar beneden. Kut, ik zit net niet safe. Oké, dat wordt een beetje stapjes. Niet te veel. Ik wil geen damage vangen nu. Ik heb al geen heals. Alright. Ik ben ondertussen ook een beetje boompjes aan het hakken, jongens. Want ik moet even... Vriend, jij hebt echt geluk dat ik daar iets... Hij heeft natuurlijk ook een sniper, volgens mij. Dikke boktor, zeggen we dat. Zo, die heb ik lang niet gehoord. Oh, die is hoog! Holy shit, wat een kill, ouwe.
Yo, die snipes zijn echt on, ouwe. Holy shit, gek. Holy damn. Alright, chill. Let's go. Oké, oeh, appels. Dat is heel erg sick. Dat ze hier liggen nog, jongens, met deze winter. Groeien toch geen vruchten meer aan de boom? Oké, nice. Nou, ik vind het helemaal niet erg. Ik heb nu lekker weer die 100 HP. Dat is super chill. Alright, ik ga die guy even looten. Even kijken of hij iets heeft van iets van shields, minis of zo. Dat ik ze ook op zak mee kan nemen. En wel een large bit. Oké, dat is chill. Oeh, ik neem die deagle dan ook maar gewoon mee. Je weet me nooit. Oké, helaas. Hij heeft geen heals. Dat is wel minder. Oeh, een airdrop. Oh, daar ga ik voor. Ja. Airdrop zit bijna altijd wel heals in. Dus dat komt heel erg goed van pas nu. Alright. Ik denk dat mensen... Ja, daar zit 100% iemand. Chill, dan weten we dat. Maar er zitten nog drie man. Er moeten nog drie of twee mensen naast hem en mij hier zitten. Kom op. Shields. Oh my god, een slurp. Perfect, ouwe. Oké, dan neem ik wel die grote pot mee als heal. Ja, oh, nice, ja hoor. Chill, gast. Kijk, onze wapens, onze loot. Het kan niet beter, gast. Dit is perfect. We staan er heel goed voor, jongens. Launchpad hebben we ook. Twee zelfs. Oké, dit moet toch goed komen. Alright, daar zit 100% iemand. Dat weet ik zeker. Maar ik verwacht dat iemand hier een beetje aan het rond bonjour is. Die een beetje niet zo heel erg op de fights af durft te gaan. We hebben het gewoon een launchpad, dus ik kan daar gewoon easy heen. Maar ik denk dat een achterblijvertje hier is, ergens zit. Maar ik heb geen idee waar. De brug misschien. Daar bij de factory kan ook. Kijk, wacht heel even nog. Kijk of ik iemand hier snel zie wegrennen. Je weet maar nooit. Want ik wil alle kills nu hebben. Dan kunnen we misschien nog even de 15 halen. Of de 14 bedoel ik. Oh my god. Die was close. Die was heel erg close. Oké, scheid. Ik ga naar die guy toe. Ik denk niet meer dat hier iemand zit. Alright, we gaan deze guy pushen. Hij zit net safe. Ja, net safe. Chill. Morgen. Hey, Hendrik. Hoe is die kerel? Dat was één shield hit. En daar was je geweest met een jongen. Sommige mensen zijn zo grappig om te trollen. Oh, dat is een goede sniper, denk ik. Die guy denkt van, ik ga even een goede kogel naar je toe schieten. Dat is ook de laatste, by the way. Chill. Oké, right. Waar zit die gast? Dat laat me... Oké. Waar zou die zitten? In die toren, denk ik. Oké. Dan ga ik even mijn trucje doen. Dan doe je dit. Zo. Doe toch even de andere kant op. Ik ga ook gelijk helemaal achter zitten. What the fuck? Oké. Nou, je ziet hem. Wat voor kerel zou dit zijn? Ik denk dat het een tryharder is. In ieder geval, zo'n gevoel heb ik. Dus, hij zit in een camptoren. Ja, wat de gozer, ouwe. Nou, Fortnite denkt wel van, yo, Dylan, jij gaat maar mooi lekker naar hem toe. Dus oké, daar moeten we maar mee doen. Hij gaat ook naar beneden toe, alright. Oké, ik heb alle HP nog, dat is helemaal prima. Ook nog heals, prima hoor. Oh shit, dat kan hier niet bouwen, dat is wel minder. Oké, nice, chill. Hij heeft die heavy snipe, jongens. Dat is, dan is 200 HP helemaal niks eigenlijk. Oké, hij is wel best wel irritant. Doe dat nog een keer en dan ben je dood. Als hij nog een keer gaat sprayen, dan is hij de lul. Ik heb nog een launchpad, jongens, dus we kunnen easy weg. Nou, shit zo. Hij wacht mij op. Ik moet waarschijnlijk ietsjes eerder dan hem weg. Gewoon zo, wat denk je? Zou ik hem kunnen snipen? Net zijn hoofdje? Oh, zijn haar stak uit daar, gek. Okay, hij is niet heel erg slim bezig. Kijk, okay, nu gaat hij me snipen misschien. Ja, dacht ik al. Hij steekt net niet zijn kop uit. Shit, Caesar komt eraan. Oh god. Ik wil hem snipen. Maar hij weet dat hij gaat mij ook proberen te snipen. Okay, ik ga eerst naar de Caesar, jongens. Kan ik op dit randje landen? Dat zou heel erg fijn zijn. Net niet, denk ik. Kom op! Nee, shit. Sorry, we zitten zo laag nu. Oh my god. Oké, ik heb wel gewoon decent aantal mats, hoor. Dus dat is geen probleem. Alright. We zitten safe. Chill. Waar zit hij? Waarom ging mij die boom daar niet kapot? Oké, dit duurt iets langer dan verwacht. Het is natuurlijk... Ik weet dat deze guy wel wat kan. Hij zit daar ook zo vies op te wachten. En als ik piek, dan ben ik de lul. Oh, dat is de verkeerde. Ja. Oké, hij moet naar mij toe. Oké, dat is heel erg fijn. Hij gaat wachten totdat ik ga pieken. Kijk hem ook zo vies kopen, hè. Ik heb een idee. Ik heb een fucking goede tactiek. Kijk, als die muur gebouwd is, hij weet niet via welke kant ik hem ga snipen nu. Dit is zo slim. Ja, vriend dacht het niet, ouwe. Doe gewoon nog een keer. Oké, hij moet er vandoor. Hak even die boom weg.
Kut, ik moet zelf ook gaan. Oh my god. Dit is een spannende fight, gast. GG. Oh, ik had... Ja, dat is kut voor hem. Ik had eerder de high ground, gast. Maar oh, wat een fucking potje was dit, ouwe. Even een pingwingetje omhoog gooien. Oh my god. 14 kills. Dat was, ik wist nog dat in het begin van Fortnite dat 14 kills echt ziek waren om te halen. Maar nu is het natuurlijk... Het is gewoon een lekker chill potje. We hebben goed gespeeld, jongens. Dus hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als je deze video leuk vond, vergeet niet zeker even een blauw duimpje omhoog te doen. Dat zou ik super doof vinden, want dat is een super potje met een enorme mee. En ben je nog niet geabonneerd, vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal. Om natuurlijk op de hoogte te blijven van dit. Zo, ik heb te veel gepraat en dan moet je even slikken en dan lukt dat niet. Nou jongens, vergeet niet zeker te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn gloednieuwe video's. Dat zou super dope zijn. En jongens, thanks voor de support. En ik zeg tot de volgende keer. Later mensen. Ik kom van beneden, heb te lang gestreden. Om nu op te geven, tijd om te eten. Op die trap pak treden. Oh, wat